We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. En ook in deze aflevering van DVS TV, een van de spelers, een van de sterkhouders van verleden jaar, tezamen met Ronald Hoek en Okan Sojkan, die helaas dat mooie wat er nu allemaal gebeurt op het hoofdveld bij DVS 33 in de topklasse niet kunnen meemaken. Daan, wat moet je dat een pijn doen? Ja, klopt Piet. Nu valt de pijn wel wat mee. Het wordt elke week wel wat minder, maar... het is natuurlijk wat je zegt, is het uitermate vervelend dat je vorig jaar en de jaren daarvoor ook toch elke keer de ambitie toch wel hebt om naar de topklasse te gaan. En dan ben je daar eindelijk en dan kun je daar geen deel van uitmaken zoals je dat liefst zou willen. Nee. Je hebt fysieke pijn, maar je hebt ook psychische pijn. Ik bedoelde dus die psychische pijn, hè? Ja, maar wat ik zei, die psychische pijn die neemt elke week wel weer wat meer af. Dus dat, omdat je ook gewoon geniet van wat die jongens, je maten allemaal daar presteren. Ja, ook dat. Ik bedoel, dat helpt zeker mee. Ze doen het fantastisch. Maar daarnaast is het natuurlijk ook zo dat ik me ook wel bewust ben van mijn eigen situatie. En dat daar is duidelijkheid nu voor mij. Dus ik kan me ergens op focussen. En dat is dat maakt het ook wat draaglijker om dat allemaal wat makkelijker een plek te geven. Ja. Nou, kan ik me voorstellen dat de supporters van DVS eigenlijk zitten te popelen over die duidelijkheid waar jij het dan over hebt. Maar maak het de supporters maar even duidelijk. Wat is er precies aan de hand? Al bijna 6 maanden geblesseerd aan mijn enkel. Ik had een breukje in het sprongbot, zoals dat dan mooi heet, de talus. En er staat nu voor 12 januari staat er een kijkoperatie gepland, omdat toch het vermoeden wel is dat er een stukje bot rondzwerft in mijn enkel of kraakbeenschade wat nog niet helemaal goed glad is gemaakt. Dus 12 januari word ik geopereerd aan mijn enkel. En als dat botje verwijderd zou worden, dan zou dat eventueel zomaar heel erg bevrijdend kunnen werken. En dan zouden we toch nog in de maanden maart, april en mei van je kunnen genieten. Hoewel we nu toch al van Paul aardig genieten, mag ik zeggen. Op je eerste vraag. Ik hoop inderdaad dat ik maart, april kan aansluiten. En dat ik in ieder geval weer fit ben om gewoon weer volledig te kunnen meetrainen. En Paul doet het fantastisch. Dus wat dat betreft... snap ik dat ze nog niet staan te springen op mijn voetballende kwaliteit op dit moment. Maar goed, eerst fit worden en daarna zien we allemaal wat gaat gebeuren. Ja, maar ik neem aan dat je er zelf ook nog wel vrij veel aan doet. Dat je gewoon aan fitness in het algemeen veel doet. Ja, nee, klopt. Het is ook eigenlijk het enige wat ik op dit moment kan en mag doen. Het is namelijk ook zo, ik word niet voor niks geopereerd. Omdat elke keer als ik het wat meer zou of wat meer belaste, dan kreeg ik gewoon reactie en werd hij dik en kreeg ik wat meer pijn. Dus ik probeer mijn conditie nu al een beetje in het krachthonkje hier, mijn tweede thuis noem ik het gekscherend, maar probeer ik mijn conditie op peil te houden en wat krachttraining te doen, zodat ik niet helemaal dichtgroei. Oké, okay, hartstikke goed. Hey, je hebt Paul natuurlijk gevolgd, hè? Je hebt je maten gevolgd. Kan je daar ook intens van genieten, zoals die jongen zich heeft ontwikkeld dit seizoen? Oh ja, absoluut. Ik ken Paul nu al 3,5 jaar. En als je ziet wat voor ontwikkeling hij heeft doorgemaakt in die afgelopen jaren, is het natuurlijk fantastisch om te zien dat in zijn echte eerste seizoen, want dat is het, eigenlijk gelijk voor de leeuwen gegooid wordt. En op dit niveau, wat het hoogste niveau van Nederland is voor de amateurs, zich zo manifesteert. En met name in de beginfase van de competitie. Ja, daar kan ik ook alleen maar van genieten. Dat vind ik echt heel mooi en heel leuk om te zien. Ja. En dan zie ik ook nog zo'n jongen als Laurens Dekker zich behoorlijk ontwikkelen. Die geluiden hoor ik inderdaad ook. Omdat ik, ja, nogmaals, ik zie niet heel veel van de training op het veld. En ik heb hem nog niet veel zien spelen, ook bij 2 niet. Maar ook voor hem, hij is nog zo jong en hij komt van een lager niveau af. En hij zal met name dit jaar en volgend jaar ook nog zal hij gewoon moeten proberen aan te haken en alleen maar beter worden. Wij van DVS TV volgen Aart Foppen natuurlijk op de voet. Hè? Dus wij weten precies wat er allemaal gebeurt met die jongens. Ja, nee, klopt. En laten we dat vooropstellen dat we Aart daarin ook niet moeten vergeten. Die twee, drie keer in de week toch bezig met Laurens en met Paul. En die heeft daar zeker ook een hele grote rol in, absoluut.
Wat vind jij nou van het gebeuren rond het eerste van DVS? Ik neem aan dat je daar ook intens van kan genieten. Absoluut. Het is je debuutseizoen in de topklasse. En als je ziet met wat voor een goede voetballers wij elke week goede tegenstanders ook bestrijden. En dat we dat af en toe echt met heel goed voetbal doen. En dat er ook echt een plan zit achter het voetbal wat we spelen. En dat het dan ook op die manier wordt uitgevoerd. Ja, dat vind ik A, een compliment voor de technische staf. En B, voor de spelers die dat dan op die manier zo oppakken. En natuurlijk gaat dat altijd met vallen en opstaan. Maar ik denk over het algemeen, als je het seizoen aankomt. Zaterdag is de laatste wedstrijd van de eerste seizoenshelft. Ja, dat je zeer zeker tevreden mag zijn met het aard vertoonde spel, maar ook zeer zeker met de resultaten die je boekt. Zeker. Waar denk je in alle realiteit aan het komende jaar? En wat wens je de supporters en de spelers van het eerste allemaal toe? Nou ja, ik wens de supporters en iedereen die bij de club gemoeid is, gewoon een DVS, een gezellige, leuke, mooie club zoals het nu is. Met daarin het voetbal wat ze dan bijvoorbeeld tegen IJsselmeervogels thuis laten zien. En dat we de komende jaren gewoon echt een stabiele topklasse kunnen zijn en moeten zijn ook. En dat vind ik ook als je ziet hoe wij de competitie nu begonnen zijn en hoe we het verder allemaal aanpakken. En dan maar hopen dat iedereen daar zelf ook dusdanig van geniet. Dat ze ook met z'n allen blijven, zeg maar. Ik herhaal het bijna elke week, maar ik smeek het ze. Ja, nee, dat absoluut. Het is en helemaal als je de kern een beetje bij elkaar kan houden. En als iedereen doet wat hij moet doen. En dan, weet je, dan is het een zaak voor de club, zeg maar, om dat allemaal een beetje goede banen te leiden. Maar het is natuurlijk goed voor de club in wat voor een vorm dan ook om een beetje continuïteit te creëren binnen een vereniging. Oké, ik bedank je voor dit interview en ik wens je namens alle supporters en namens DVS TV beterschap en een hele snelle terugkomst, jongen. Dankjewel, Peter. Hou lekker. Dankjewel. Dank je. Naast mij een van de grootste supporters van DVS 33. En hij is ook nog voorzitter, dames en heren. Ja, het is echt waar. Aart Goossens. Aart, welkom. Ja, dankjewel Piet. Ja, zeg het maar. Nou, ik ben inderdaad voorzitter van de voetbalclub. Ja, inderdaad. Maar bovenal ook supporter. En dat horen we natuurlijk elke zaterdag. Je bent zelfs op de tribune te horen, terwijl je helemaal aan de overkant staat. Hoe kan dat toch? Ja, dat klopt. Nou, ik probeer altijd aan de overkant van de dugout te staan. Dus dat ik me niet bemoei met de trainer of met de technische staf. Want dat kan heel hinderlijk zijn. En dus ik sta altijd aan de overkant bij het hekje. En heb ik een paar konuiten naast me staan. En we gaan helemaal in het spel op. Omdat ik gewoon vroeger natuurlijk ook zelf al gevoetbald heb. En dan, ik wil ook altijd winnen. En dat moet op een verantwoorde manier gaan. En dat heeft ook met passie en soms ook met intelligentie te maken. Maar in ieder geval, en zo is dit leven ook, je moet er in ieder geval voor gaan. En ik probeer ook altijd de spelers ook positief te coachen. En dat is hartstikke mooi. Want ik heb het idee dat ze dat laatste metertje dan ook echt dusdanig snel overbruggen door jouw coaching. Dat ze die bal dan ook te pakken krijgen ook nog. Nou, dat is inderdaad zo. Want dan afgelopen zaterdag ook. Dan op een bepaald moment. En dan komt er bijvoorbeeld van Heidi. Die was nog op middenveld was hij aan de bal. En op een gegeven moment zeg ik tegen Heidi. Die bal moet naar Ali. En Ali die liep al. Dat deed Ali. Ali kan het zelf natuurlijk ook wel. Maar op een gegeven moment dan hoorden die jongens toch. Kijk, je moet goede aanwijzingen geven. Het is geen kwaliteit voor mij, zo bedoel ik het niet. Maar de jongens weten dat natuurlijk zelf ook wel. Maar op een bepaald moment, dan weten ze ook van... en dan zeg ik nog wel eens van... zoek hem op of actie. Ga door. En ik heb het wel eens gevraagd aan de jongens. Helpt het nou, dat gedoe allemaal? Nou, zeggen ze, oh, het is maar 1%. Het helpt dan toch wel. Hartstikke mooi, hartstikke mooi. Wat heel veel supporters niet weten, dat is dat jij een van de grootste techneuten bent op DVS 33. Want jij hebt die bal zo ongelooflijk lang hoog kunnen houden. Hoeveel keer? Nou, dat was bij elkaar zo'n beetje 11.000 keer. Ja, en dat is dat was natuurlijk heel apart. Dat was het jaar 1973, toen was ik 14 jaar oud.
En toen was ik samen met Wijnand Wilderman, hoorde ik tot de 25 beste van Nederland. En toen zijn we nog in Zeist geweest, dezelfde accommodatie zoals nu ook nog is. En toen heb ik Johan Neeskens nog ontmoet en Dr. Vaderons en Cor van Hart. En toen hadden we een eerste onderdeel. Uiteindelijk ben ik 12e geworden van de 25. We hadden het eerste onderdeel en dat was penalty schieten. En dat had ik, het eerste onderdeel had ik toen gewonnen. Dus dat was wel leuk. Hartstikke mooi, ja, hartstikke mooi. Hey, help me even uit de brand. Ben ik nou nog jeugdleider van jou geweest of niet? Nou, ik heb in de periode heb ik wel trainingen van jou gehad. Dus wat dat betreft dan, jij was natuurlijk ook een bepaalde assistent van bepaalde hoofdtrainers. In de periode bijvoorbeeld met Johan Voornhout en René Duits. Nou, daar hebben we toch ook een hele mooie periode gehad in DVS. Ja, DVS heeft wat dat betreft altijd heel veel betekend ook voor de jeugd. En dat gevoel heb ik nog steeds, zeg maar. Daar heb je die bevlogenheid vandaan, denk ik, van die trainer, die oude witkop. Ja, maar dat is ook zo, want ik woonde hier dan tegenover. En als dan s'avonds de lichten brandden, dan was ik al op het voetbalveld. En dan stond ik achter de goals en dan keek ik ook al bij de eerste. En er waren ook, er waren toen ook jongens als Gilling Hamstra, die waren natuurlijk toch net even wat ouder dan ik was. En dan gingen we die ballen maar ophalen. En Gerrit Doppenberg en zo. En daar hebben we allemaal mee gevoetbald. Hier ook op de akker, was nu veld 5. Nou, dat waren toch hele mooie jaren, ja. We waren inderdaad helemaal hartstikke mooie topjaren. Hey, Aad, je bent 5 jaar penningmeester geweest. En vanaf verleden jaar oktober word je voorzitter. En dan kun je toch niet bevroed hebben dat je zo'n fantastisch jaar hebt meegemaakt als 2015. Ja, nee, dat is inderdaad. Het was sowieso natuurlijk een heel mooi jaar. Het heeft ook wel een bepaalde opbouw gehad in de afgelopen jaren. Want ik denk ook niet dat je ook alles in 1 jaar zo zegt van nou hebben we een hele mooie prestatie. En we worden kampioen van de hoofdklasse C. Want dat heeft natuurlijk nog best nog wel de laatste 2 wedstrijden. Die waren natuurlijk toch nog eigenlijk 3. Toch wel cruciaal, hè, dat we toch 2 keer over een keer verloren van een directe concurrent. En dan, en als je dan op een gegeven moment met 5 bussen met supporters naar Urk gaat en op Urk bent en dan ziet dat er meer DVS'ers zijn. En als jongens ook voetballen die wedstrijd. En dan denk ik van ja, dat is toch wel een, wat dat betreft ook een heel mooi jaar geweest, zeg maar, die afsluiting van hoofdklasse C. Ja, en dan gaat het feest gewoon in de topklasse ook nog weer door ook, Aard. Het is toch prachtig. Nou, dat is inderdaad. En dan, ja, goed. En dan zit je natuurlijk in het bestuur. En dan heb je natuurlijk ook nog weer te maken met de trainerswissel. Want dan moet natuurlijk intern. Het wordt van het bestuur. Kijk, er kan wel gezegd worden van Aard, jij bent voorzitter van een hele mooie vereniging. Maar we doen het natuurlijk samen. Dat zeg ik tegen de jongens van het eerst ook wel. Maar ook andere jongens in de jeugd ook. Je doet het samen. Je wint samen. Of je verliest samen. Maar je moet het dan toch samen doen. En dan denk ik toch van dat hebben we als bestuur en dan moet je een keuze maken en dan moet je gaan trainen, met de trainer gaan praten en zeggen van wordt het wat volgend seizoen, kun je er extra tijd aan besteden, maar dat vergt gewoon extra energie van spelers, maar zeker ook van de technische staf. En toen heeft op een gegeven moment het bestuur ook gezegd van we moeten toch de knoop doorhakken en een goed overleg. Hebben we gekozen dan uiteindelijk voor een nieuwe trainer en dat gaat prima zo. En je bent natuurlijk een voorzitter van niet alleen van DVS 1, maar van talloze elftallen. Je fluit zelf zaterdagsmorgens ook nog wel. Ik zie je ze nu en dan, als mensen wat nonchalant van zich afgooien, dan raap jij het gewoon op. Ik vind het heel bijzonder, Aard, dat je dat op die manier zo invult. Geweldig. Ja, maar ik denk ook als je voorzitter bent van deze club, je moet eigenlijk een klein beetje gek zijn. Want als ik hier kom, ik parkeer de auto en ik zie een bekertje liggen op de grond. Ja, dan denk ik van, ik pak hem maar gewoon op. Maar thuis doe ik het ook. En dan, ik denk, ja, die eerste indruk is ook altijd heel belangrijk. Ook voor mensen die hier komen. Het moet natuurlijk, het moet netjes zijn. En het geeft inderdaad voor, je moet dus ook een soort voorbeeld zijn. Ik wil niet de belangrijkste persoon binnen de club zijn. Maar meer door mijn gedrag. En dat je zegt van, ik kom dan op zaterdag als de scheidsrechter, als het kwartet dan weg is. Dan ga ik altijd even een uurtje in de kantine. En dan loop ik gewoon van tafeltje tot tafeltje. Ik neem gewoon een dienblad mee. En dan spreek ik die, en dan spreek ik die, en dan spreek ik die. En dan zeggen ze, en dan hoor je wel eens, de voorzitter die doet dat ook. En het laatste hadden we toen van IJsselmeervogels gewonnen met 4-0. Dat was natuurlijk een hele mooie zaterdag. De supporters van IJsselmeervogels, die stonden daar. En die zeggen, dit is de voorzitter, die helpt ook in de kantine. Dat doet de voorzitter van ons niet. Precies. En daarom word je enorm gewaardeerd, Aard. En waardeer ik jou persoonlijk ook enorm.
Ik hoop dat het sprookje zo door mag gaan. En ik denk dat de toekomst voor DVS 33 er heel zonnig uitziet. En voor jou persoonlijk natuurlijk ook. Ja, nee, dat hoop ik ook. Want het was natuurlijk even de vraag van nou, we zijn naar de topklasse gegaan. En ik denk door de wijze van spelen en de gedachte, dat werd net ook al even gezegd door Daan, door de wijze van spelen zoals we dat doen. Ik denk dat je daar in de topklasse ook inderdaad ook mooie resultaten door kan halen, zeg maar. Want als je alleen maar iedere wedstrijd moet denken van nou, we moeten onze mouwen opstropen. Ja, dan op den duur, dan red je dat fysiek niet. Onze jeugdtrainer, Johan Voornoot was dat dan in die tijd, die zei altijd van de bal die moet het werk doen en dan hou je het langer vol. En dat komt zeker uit. En ja, handhaven, dat was al heel mooi, maar er kunnen nog mooiere dingen gebeuren, denk ik. Aart, ik zou nog uren met je door kunnen kletsen overal over en over voetballen en alles en nog wat. Maar we maken er maar een eind aan, want anders dan houden de tv-kijkers het niet vol. Maar jij gaat zo meteen ook nog even alle leden van DVS toespreken voor DVS TV. Bedankt voor dit interview. Ja, prima. Bedankt Piet. We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year! Oh, hey. Oh. Als dikke deur van DVS TV wil ik u allen toespreken en u allen ook een ongelooflijk goed en sportief 2016 wensen. We hopen als DVS TV zijnde dat we weer prachtige samenvattingen voor jullie mogen maken. We doen het met het grootste plezier, want er is niks leuker dan dat. Allen hele goede dagen gewenst en een fantastisch 2016. André. Ja, als commentator wil ik u prettige kerstdagen toewensen en een fantastisch 2016. En veel geluk en gezondheid. Nou, dan mag ik zowaar ook nog eens een keer achter de camera. Ook ik wens u allen een gezegende kerstdagen en een fantastisch 2016. En dat we nog maar hele mooie beelden mogen maken. Goed, beste supporters en alle mensen van de club, alle leden, sponsoren, iedereen die het eerste helftal een warm hart toedraagt, die willen wij hele fijne feestdagen wensen en een ontzettend voorspoedig en gezond 2016. En wij hopen op alle steun weer in het nieuwe jaar voor DVS 33, het eerste helftal. Bedankt. Ik denk dat als we nou daarnet de spelers gezien hebben, nou, laten wij maar geen liedjes gaan zingen, want dat gaat helemaal niet goed komen. Ik denk dat we als DVS zijn een heel mooi jaar hebben gehad. Kijk er stiekem een beetje vooruit. We gaan lekker handhaven in de topklasse en misschien gaan we nog wel hele rare dingen doen. Dat betekent ook dat wij heel erg dankbaar zijn aan alle supporters van DVS die ons elke week toch weer steunen. Mensen die de half Nederland afreizen om er toch bij te zijn. En natuurlijk de businessclubleden en iedereen die dit mogelijk maakt. Want je mag trots zijn op wat je hebt, DVS. Wil jij nog wat zeggen, Koos? Nou, iets. Ja, we gaan eerst nog heel fijn de kerstdagen, of gaan we van genieten. Ik wens je namens de staf wensen we iedereen hele fijne kerstdagen. We gaan elkaar weer terugzien in 2016 en voor 2016 vooral de gezondheid toegewenst, want de gezondheid is het belangrijkste voor al en ieder. Oké, en namens de staf wensen wij jullie een hele fijne feestdagen en een goed en succesvol 2016.
Beste mensen, zo aan het einde van 2015 mag ik als voorzitter het woord tot u richten. En dan ja, van de voorzitter wordt ook altijd verwacht dat hij dan ook nog wat naar de leden vertelt en ook nog een boodschap uitdraagt. Dan mogen de komende dagen mogen we kerstmis herdenken. We weten allemaal waarom het kerstfeest is. En dat zijn ook momenten van bezinning. En voor sommige mensen is het afgelopen jaar ook heel donker geweest. Maar voor andere mensen heeft het licht ook veel geschenen. En ook voor het jaar 2016, en dan wens ik u allen toe, betrokkenheid, zorg voor elkaar, oog voor elkaar. En laten we bovenal ook aan onze club DVS 33 denken. En onze spelers en vrijwilligers en leiders en trainers. En wie er ook maar ook op de achtergrond binnen de club werkt, steunen. En wij wensen u allen ook een goed en gezond 2016 toe. Dank u wel.